Hallo lieve tweeling, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 39, 25 september tot en met 1 oktober. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve tweeling, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Ja, ik heb het gevoel dat je soms bang bent dat je faalt of dat je valt. En dat je daardoor ook niet echt stappen durft te nemen. Dus weet dat iedere keer wanneer je een stap zet dat je niet valt, maar dat je eigenlijk wordt opgevangen. Je bent bezig om te veranderen. Je bent bezig om echt tot bloei te komen. Om te worden wie je eigenlijk vanaf je geboorte al bent. Namelijk jezelf. Alleen door alle situaties eromheen worden we gevormd of vervormd. Waardoor we eigenlijk weer verder van ons af komen te staan. Dus je gaat bezig met terug naar binnen keren. Transformeren naar wie je echt bent. We gaan eens even verder kijken, lieve tweeling, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de tweeling deze week verwachten? Ja, je bent bezig om weer tot rust te komen. Bezig om te werken aan oude pijnen. Misschien ook wel echt bezig met healing. Zodat je daarna weer verder kan groeien. Grote transformaties. En het voelt zelfs als healingen vanuit je familie. Dus het heeft niet alleen te maken met waar liep jij vroeger tegenaan. Maar hey, wat heb ik meegenomen vanuit het DNA? Of waar maakten mijn ouders altijd zorgen om? Heb ik daar zelf ook last van? Dan zie ik ook dat die healing goed voor je is om tot rust te komen. Maar ook weer successen te kunnen inzien. Daarnaast zie ik dat je echt geholpen wordt. En het kan zijn dat het je beste vriend of je beste vriendin is. Of misschien wel familie. Maar je wordt weer geholpen. Ik zie ook dat je weer op een positieve spiraal terecht gaat komen. Waardoor je dus eigenlijk weer in de positieve golven terecht gaat komen. En weer verder vooruit kan. Tijd is aangebroken voor je eigen basis. En voor een aantal van jullie misschien ook echt de spirituele basis. We gaan eens even verder kijken, lieve tweeling, naar een mooie positieve boodschap voor jou. Evenwichtige vriendschappen. Je vriendschappen verlopen soepel als jullie beide geven en nemen. En dat is dus ook voor jezelf. Met jezelf in balans te brengen helpt het als je ook voor jezelf geeft en neemt. Lieve tweeling, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. 30 september, dat is deze zaterdag, zijn er nog een paar plekjes vrij voor de Biosensor Workshop. En wil jij verder met de opleiding mediumschap? Dat kan. 12 januari gaat hij weer van start. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.